jaar. 4-5, Lynn Bleuaans. 3-4, Reza Roks. 8-0, Sanne natuurlijk. Sanne Spierings. 7-7, Maud Ermers. En 4-8-8, Amber van den Heuvel. En de dames zijn weg. En al dat gekrets van de dames en het zwakke geslacht, allemaal onzin, allemaal bullshit. Want u ziet, onze meiden kunnen fietsen als het leven er vanaf gaat. Want ze gaan sneller als dat ik ooit op die fiets rond zal komen. Dus zeggen we dan nooit meer van het zwakke geslacht. Dat is allemaal flauwekul. Wie zien we komen? Op die eerste plek, de nummer 4-5, Lynn Bleuaans. Gevolgd op de tweede plaats door Reza Roks met als nummer 34. Dan de 77, Maud Ermers. Maar dan zit nog iemand vlakbij die ook kijkt van, hey, kan die derde plek dan voor mij zijn? De 4-5 nog steeds voorop, Lynn Bleuaans blijft nog steeds op 1. En de 34, Reza Roks, is ook nog steeds op de tweede plek op weg naar de laatste bocht. En op de derde plek zien we Maud Ermers van de Wietros. Die sluit nu ook aan in de derde kombocht. En gaat er nog wat gebeuren tussen 1 en 2? Het lijkt alsof dat Reza nog probeert aan te zetten. Maar helaas, Lynn houdt de deur dicht, geeft gas en zij wint deze race.